Nou, inmiddels was natuurlijk ook de vraag wat er eigenlijk politiek moest gebeuren. De LPF ging door, kun je zeggen. Was dat dan een waardige opvolger voor de partij die Pim Fortuyn zou hebben aangevoerd, denkt u, meneer Mens? Nou, ik was het daar niet mee eens. Ik heb toen s'avonds om 8 uur bij Barend en Van Dijk in het Koerhuis gezegd, stop er maar mee, want het heeft geen zin. Laat iedereen maar teruggaan naar zijn eigen roots van vroeger. Want ik zag helemaal niets in die kandidaten, net als Pim dat ook niet zag. Mm. Ik bedoel, ik had hem op dezelfde maandag nog aan de telefoon. En toen zei hij tegen mij, zal ik er maar mee stoppen? Hij zei, wat ben ik? Hij zei, er zijn een heleboel kandidaten die me niet aanstaan. En zal ik ze nou wegsturen of straks? Ik zei, nou Pim, dat is nou te laat. Steek maar een kaars om en kijk maar hoe het afloopt. Maar wat had de LPF moeten doen nu Pim dood was? Ja, ik denk dat Jan gelijk heeft dat ze beter die verkiezing hadden kunnen uitstellen. Dan had het vuurtje gaan liggen en dan had die hele LPF nooit meer tevoorschijn gekomen. Marco Pastors? Ook als het was uitgesteld, hadden ze een grote uitslag. Wat ze hadden moeten gaan doen is heel simpel. Ze hadden niet met z'n 26 wekenlang over het Binnenhof moeten gaan lopen en praten tegen elke microfoon die onder de neus werd geduwd. Ze hadden een week naar Terschelling moeten gaan met een paar goede mensen. Maar ze hadden ze even goed op een rijtje moeten zetten. Ze hadden met elkaar het erover moeten hebben. We hebben geen leider, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Daar zijn oplossingen voor. Ja, maar ze hadden de tijd niet, Marco. Ze hadden de tijd gewoon niet. Maar mag ik even vragen stellen, meneer Pastors? Na de verkiezingen had dat gekund. Als ze de rust hadden genomen goede begleiding erbij hadden gehaald. Het gedachtegoed van Pim. Dat was destijds een soort begrip geworden. Het gedachtegoed van Pim. De LPF had dat moeten uitdragen. En dan was het misschien althans met die partij goed gekomen. Wat was het gedachtegoed van? Kunt u dat in 2 of 3 zinnen zeggen? Ja, voor iemand die 15 boeken heeft geschreven of zo is dat nogal lastig. Ja, maar ja, je moet toch... En hij bij uitstek kon dat goed. Het land teruggeven aan de burgers van het land. Ik heb helemaal niks aan, joh. Ik kan wel iets zeggen. Het moest in 2 zinnen. Dus ja. Ik kan wel iets zeggen. Wat Pim aan het doen was de moderne verzorgingsstaat aanpassen aan een globaliserende wereld, waarin allerlei arrangementen die in een gesloten wereld prima kunnen, die kunnen in een internationale wereld niet meer. Nou, daarvoor moet je bijvoorbeeld de bijstand afschaffen, wat nu feitelijk een beetje aan het gebeuren is als je naar Rotterdam kijkt bijvoorbeeld. Hè, daar moet iedereen wat gaan doen voor zijn geld. Er moet iets met grenzen gebeuren. Kijk naar wat het kabinet in ieder geval probeert te doen. Je moet Europa ter discussie stellen. Kijk waar het nu over gaat. Ik ben blij mee met dat Europa. Dat is precies... Het verdrag van Maastricht, kom op. Dat is... Was het gedachtegoed volgens u van Pim Fortuyn? Er zitten goede dingen aan Europa, maar ook slechte. Maar je zegt het allemaal zo alsof het... En daar had Pim oog voor. En daar moet je ook wat aan doen. Maar Rens. Je zegt alsof het 1-op-1 past op het programma van Wilders nu. Maar dat is dus niet zo. Ik bedoel, met betrekking tot Europa was Fortuyn... ik heb het vandaag nog opgezocht. Een aanname van het verdrag van Maastricht. Want hij vond dat fantastisch voor ondernemers. En ondernemers waren immers het zuurdecem van de samenleving. Maar er is ook niemand tegen internationale handel. Nee, maar ook op sociaal terrein. Ik bedoel, wat hij van plan was met de WHO. Wat hij van plan was met de CAO. Wat hij van plan was met de algemene verbindend verklaring van CAO's, met de bijstand. Dat zou allemaal vele malen slechter worden. En in de publieke sector, je had het net over de zorg, hij wilde alles vermarkten. Maar dat is nu wel aan het gebeuren. Ja, dat is erg zat, ja. En dat moet ook, dan moeten we dus nu in een andere wereld leven. Dat is de rechtse agenda. Terug naar de vraag, meneer Bos, wat was volgens u, wat was in uw hoofd het gedachtegoed van Pim Fortuyn? Dat heb ik nooit precies weten te doorgronden. Ik had groot respect en soms ook wel bewondering voor zijn analyses. In de zin dat hij echt de vinger op heel pijnlijke plekken wist te leggen. En gevoelens wist te verwoorden die tot dan toe in de partijen die dominant waren in de Nederlandse politiek onvoldoende aan de orde kwamen. Ik had ook groot respect en grote bewondering voor de manier waarop hij zich als politicus manifesteerde. De manier waarop hij campagne voerde, de manier waarop hij omging met media. Maar ik heb zijn gedachtengoed nooit vinden uitblinken door grote samenhang of consistentie. Martijn van Dam die riep in het debat vorige week nog, het kwam bijna uit de puinhoop van Paars. Kleinere scholen, kleinere ziekenhuizen, de menselijke maat. Ik bedoel, het is wel degelijk doorgecijpeld, niet genoeg. Ja. Maar... De menselijke maat, meneer Bos. Ja, dat is een element wat zeker in zijn verhaal zat. Dus geen grote dorpen, geen grote steden, geen grote scholen. Sociale controle, het verenigingsleven op peil houden, dat was Pim. Ja. Ja. Ik denk niet dat de betekenis van Fortuyn en de impact die hij gehad heeft op het politieke landschap
te veroorzaakt is door wat hij beleidsmatig te bieden had. Dat was nou juist de fout van Paars. Paars dacht dat politiek bepaald werd door hoe beleidsmatig je programma in elkaar zat en wat er in de zoveelste voetnoot nog ergens stond en of de cijfertjes allemaal klopten. Dat was nou juist de technocratie die Fortuyn zeer succesvol ter discussie stelde. Hij deed iets wat Paars in ieder geval in de laatste jaren niet meer slaagde. Hij legde weer ziel en emotie en empathie en gevoel voor menselijke verhoudingen in de politiek. Mm-hmm. Wat helemaal niet zo geweldig veel te maken had met hoe het vervolgens beleidsmatig allemaal in elkaar stak. Terwijl wij dachten dat je campagne voert op 10-puntenlijstjes en dat je dit gaat doen en dat gaat doen en alles nog in 3 subpunten. Dat was dus helemaal fout. Dat had hij vele malen beter door dan de oude menselijke maat en de emotie en dat is het grote verschil tussen, want er wordt vaak gezegd Wilders en Fortuyn, nou dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Mag ik een voorbeeld geven? Want ik was in Krooswijk in Rotterdam op campagne. En dat was een buurt waar jochies de boel... Zo, het, hè? Heel goed. Nee, maar zo, ja. Ik was waar jochies inbraken, overlast. Dan ook nog een keer relatief veel jongeren met een Marokkaanse achtergrond die dat veroorzaakten. Veel werkloosheid, armoe. Mensen die pest hadden aan een gemeentebestuur, wat niks voor ze deed. Een en al onvrede en frustratie. Ik er op bezoek, praten met zo'n Rotterdammer. En zo empathisch als ik maar zijn kon, probeerde ik dat gesprek te hebben. Het was campagnetijd niet meer. En ik op het eind vraag ik, en op wie ga je nou stemmen? Nou, zegt hij, op Pimmetje natuurlijk. Pimmetje. Ik zeg maar, denk je dan dat Pim dat op kan lossen? Nee, natuurlijk niet, zegt hij, maar hij begrijpt het wel. Ja, hij viel je en dat is de betekenis van Fortuyn geweest ten opzichte van de elite die hij aanviel. Maar was het ook de start van het populisme in Nederlandse politiek? Ja, dan moeten we het eerst even over de definitie hebben. Dat betekent dat de politicus dat uitvoert wat zijn kiezers willen, in plaats van zelf zeggen wat er moet gebeuren en daar kiezers voor proberen te trekken. Nou. Okay. Ik denk dat we hier onmiddellijk al een meningsverschil krijgen over de definitie van dat begrip. Kijk, als je het gewoon zegt, populus, Latijn voor volk. Een populistische partij is een partij die volks is, die zich volks uitdrukt. Dan kun je dat eerder als een compliment zien. Want ik vind dat het volk moet begrijpen wat een politicus nastreeft. Als, en zo wordt het vaak gebruikt, als populistisch betekent dat je tegen beter weten in mensen naar de mond praten, terwijl je weet dat het niet klopt, dat het niet kan zijn. Ja, dan ben je kwalijk bezig. En ik vind dat die term populistisch wordt veel te makkelijk gebruikt. En ook Fortuyn is dat overkomen. En wat gebeurde er dan? Had je politieke tegenstanders en dan zei je, weet je, dat is een populistische partij. Discussie gesloten. Mm-hmm. En ik vind dat een totaal verkeerde benadering. Maar ook omdat, omdat het u ook overkomt, daarom. Daarom weet ik precies wat het betekent. Namelijk dat je gedisqualificeerd wordt op oneigenlijke gronden. En ik vind ten alle tijde, of je partij nou verwerpelijk vindt of niet, je hoort die bijvoeglijke naamwoorden thuis te houden als je een politiek debat wil aangaan. Dan moet je gewoon eerlijk praten over wat jouw ervaringen zijn, wat er onder het volk leeft, hoe je de problemen van de mensen serieus kunt nemen en kunt oplossen, zonder daar beloftes te doen of dingen te roepen die anderen disqualificeren en je een debat dus onmogelijk maakt. Dat is het interessante is, er zijn een aantal dingen die Fortuyn gedaan heeft en gevonden heeft die, als je dat aanlegt tegen definities die wetenschappers hanteren over populisme, zou je kunnen zeggen dat is populistisch. Bijvoorbeeld zijn gebruik van de media, dat is daarmee niks mis mee. Hè? Mm-hmm. Dat is een stijlvorm. Dat doen we allemaal. Zijn pleidooien voor directe democratie, nou, dat wordt ook in het algemeen gezien als populist, daar is ook niks mis mee. Ook zijn verzet tegen de elite en een gesloten bestuurscultuur. Maar Pim zei ook met al die anekdoten. Maar het interessante is nou dat hij juist ook, vond ik, op heel onverwachte momenten volstrekt niet zei wat zeg maar makkelijk zou zijn geweest. Dat laatste radio-interview van hem was volgens mij ook het interview waarin het opeens ging over studenten die meer studiefinanciering wilden. Ja, en toen zei hij, ga werken man, kom op, je krijgt genoeg geld, ga werken. Hoeveel politici in die tijd hadden dat durven zeggen? In de campagnetijd? Heel vaak. Het gros van de politici zou natuurlijk gezegd, natuurlijk onder ons gaat de studiefinanciering omhoog. En geen cent erbij voor onderwijs, zei hij ook. Geen cent erbij voor de zorg. We gaan eerst de bureaucratie aanpakken. Dus dat term populistisch op Fortuyn was totaal ten onrechte. Ik wil nog even naar hem kijken, want hij heeft het, precies waar jij het nu over hebt, daar heeft hij zich ook, als het ging om de zorg, in dat debat even over uitgelaten. Als je iets moet saneren, dan kun je echt uit elke bedrijfsreorganisatie leren, moet je niet beginnen met er extra geld in te pompen. Ja, en de gezondheidszorg, nou, laat me even mijn punt scoren, is een duidelijk voorbeeld. Een stijging van 50 miljard naar 85 in 8 jaar Paars. En de kwaliteit is helaas niet verbeterd. Ja. Ik vroeg of u niet bang bent dat u zich met dat standpunt in een politiek Ik zie dat ze opschuiven. Er worden nu dingen gezegd die waren een paar jaar geleden totaal onmogelijk om te zeggen. U wilt dat elke vluchteling, politieke vluchteling, die
geconfronteerd wordt met vrees voor eigen leven en vervolging niet op. In Nederland binnen mag komen. Dit is gewoon demagogie wat u nu zegt. Als u zegt vluchtelingen mogen niet in Nederland binnenkomen, is demagogie. Dan herhaal ik uw woorden. U weet heel precies, net zo goed als ik, dat meer dan 80%, en dat is een eufemisme, wordt economisch vluchteling genoemd. En die ene politieke vluchteling mag ook niet binnenkomen. Mijn stellingname is vluchtelingen opvangen in de regio. Daar gaat het dus om. Niet in Nederland. Mag niet in meneer De Graaf. Ja, dit is ook oude politiek en nieuwe politiek. Hè? Alle politici op Balken en daarna hebben ook vrij snel daarna het veld geruimd. Allen in zekere zin slachtoffer van Pim Fortuyn. Hoe kun je nieuwe politiek omschrijven? Hoe moet je dat noemen? Wat heb je daarvoor nodig? Nou, ik denk dat eigenlijk als je zegt wat is nou zijn grootste verdienste geweest, is het denk ik dat hij de laatste pijlers onder de traditionele politieke partijen zoals we die nu kennen, heeft weggeslagen. En dat je nog steeds dat effect nu ziet. Hè? Dat hij zich realiseerde van de politieke partij als instrument, en niet de democratie, maar de politieke partij waar je dus met je rug naar de kiezer staat en verantwoording aflegt aan bestuur en aan leden, waarbij ledenaantallen gehalveerd zijn. Nog maar 3% van Nederland is lid van een politieke partij. Daar worden wel alle bestuursfuncties uitgehaald. Alsof 97% van Nederland dat niet zou kunnen. Dat model niet meer klopt. Ja, maar de LPF heeft laten zien dat je dus zonder dat partijmodel het dus niet kunt. Nee, maar ik ben even... De oudere partijen precies hetzelfde. Die zijn eraan kapot gegaan. Wat ik zeg aan onderlinge verdeeldheid, egootjes. Jan, ik zeg dat de heer Pastors. Kijk nou eens naar Leeuwen Rotterdam. Drie verkiezingen op rij 30% van de stemmen gehaald. Dat kan dus ook. Lokale partijen, 25% van de zetels van al die baantjes waar Kai het over heeft, hebben ze er bijna geen. Maar dat invreten in die oude politieke partijcultuur, dat is wel keihard aan de gang. Ja, Mark heeft gelijk. Laat ik me even tot mijn eigen partij beperken. Ik bedoel, wat is erop tegen dat je een democratische partij hebt met leden, zodat je ook kunt mobiliseren en dat je mensen... Ja, zou ik jou eens wat vertellen? Ja, dat is inderdaad zo van de Linde. En dat weet je maar altijd goed. Nee, wat je doet nu is proberen je punt te maken op een manier die niet klopt. Nee, maar u gaat... Ik stel dat je politieke partijen heel wel nog van deze tijd zijn. En begrippen als oude en nieuwe politiek. Ik heb er middenin gezeten in opkomst van Fortuyn. Maar voor niet door elkaar praten, dat heeft geen zin. Laat me even gewoon uitpraten. Meneer Witteman, een beetje inleiding. Ja, doe eens even, meneer Witteman. Wie zullen we nou krijgen? Jongens, ik kan van zijn huis. Maar laat me even mijn zin afmaken. Dan is het dat we heel wel ook in de moderne tijd politieke partijen een transportmiddel kunnen zijn voor de meningsvorming onder mensen en machtsvorming. Ik ben het met u eens, maar u heeft me niet uit laten praten. Ik zei niet dat politieke partijen nuttelen. Ik zei politieke partijen in hun huidige vorm. Wij moeten vernieuwing zoeken in de politieke partijen, waardoor niet 97% van Nederland buiten de meeste politieke partijen. Dat is onzin. Wat hebben we verkiezingen voor? De meeste politieke partijen worden geselecteerd op je kuddegedrag en op je slaafsheid. En als je daar in dat profiel niet past, doe je niet mee. Pim heeft zijn opwachting. Kom op, Arie, omdat jij er twee keer afgewezen bent. Pim is vier keer afgewezen. Ja, maar het is wel zo. Pim is vier keer afgewezen. Het is wel zo. En kijk, waar het om gaat is dat wat Pim dus eerst van binnen geprobeerd heeft, want hij is inderdaad vier keer afgewezen, heeft hij van buiten gedaan. En dat is uniek, hè? Want mensen realiseren zich niet dat voor Pim Fortuyn het onmogelijk geacht werd voor een nieuwe politieke partij om in één keer invloed te krijgen. D66 heeft geprobeerd, maar was niet meteen invloedrijk. Boerenpartij hebben we gehad. Niks. Jammer. Dus. Nee, meneer, ja. Ga je weer. Het gaat. Het wilde zo boven. Weet je wat het jammer is? Oudere partij. Jan, waarom vraag je je niet af dat het. Vind je het niet zorgwekkend? Laat ik het zo vragen. Hè? Want je bent iemand die met de politiek bezig is. Dat je een fortuin ziet. Die wordt doodgeschoten en vervolgens gaat iedereen. Doet weer zijn plasje en doet alsof er niks gebeurd is. Dan komt de Rita Verdonk. Ook niet gelukt. Dan komt er opeens een Wilders. Wel gelukt. Vraag je niet af in welke vijver die mensen steeds springen en welke gaten jullie dan als traditionele partijen laten liggen? Ja, het is wel dat de SP staat nu op 30 zetels, hoor. Ja, moet je mij niet stellen. Ik bedoel, het is allemaal, ik bedoel, zeker, de PVV zit nu in de regering, zij zijn in een gedoogconstructie, maar ze zijn medeverantwoordelijk voor de regering. We zullen zien hoe dat verder zit, hoe zichzelf voorzetten, hoe nu op dit moment bijvoorbeeld over bezuinigingen gesproken wordt en wat voor gevolgen dat uiteindelijk zal hebben. Laten we nog even teruggaan naar Pim Fortuyn, alsjeblieft, en dan met name over één element wat we nu nog even kunnen bespreken, en dat is de persoon als leiderschap. We hebben het over leiderschap. Geert Wilders doet het goed. Job Cohen
deed het misschien wat minder, meneer Bos, zou je zo zeggen. Wat heb je nu nodig in deze tijd? Want er wordt gesproken over een tijd. Wat Job Cohen misschien niet had en wat zou het moeten zijn? We hebben gekeken naar een Pim Fortuyn die geapprecieerd werd omdat hij, nou, er zijn hier allerlei kwalificaties voorbij gekomen, zichzelf kon blijven, kon lachen, zijn verhaal op orde had. Wat is het? Nou, dat allemaal. Ik denk dat een begrip waar je tegenwoordig heel veel hoort is authenticiteit. Ik denk dat enorm in zwang is gekomen, ook sinds Fortuyn, omdat je heel veel van hem kon zeggen. Maar in ieder geval voor iedereen die die persoon kende, leek het erop alsof hij heel erg zichzelf bleef onder zo ongeveer elke omstandigheid. Nou, jij kunt misschien beter beoordelen of dat echt zo is, hè? Of dat er misschien ook een stuk theater in zat. Dat is bijna nog knapper als dat zo was. Dat was hem ook zo. Zeker. Ik denk dat het, of je dat leuk vindt of niet, dat er een ontspannen en gedecideerde omgang met de media bij hoort. Inclusief ook af en toe een streep, een heel duidelijke streep trekken met betekent dat je wel en niet wil. Ik ben bang dat er ook bij hoort, en dat was ook wel heel bijzonder hoe ver Fortuyn daarin ging, dat er ook bij hoort dat je iets laat zien van de persoon die je bent, de achtergronden die je hebt en de emoties die je hebt. Omdat toch heel vaak, en dat is persoonlijk een van de grootste lessen die ik geleerd heb uit de hele geschiedenis rondom Pim Fortuyn, het vertrouwen dat mensen hebben in politici wordt in veel grotere mate bepaald door of ze denken dat je deugt. En dan willen ze iets weten van waar je boos van wordt of waar je gelukkig van wordt. Wat je emotioneert, wat je passioneert, waar je vandaan komt. Dan of je de zaak beleidsmatig nou wel in alle goede voetnoten helemaal dicht geregeld hebt. En dat begreep hij zoveel beter dan de elite die hij bestreed.